Welkom allemaal. Ik ben geschiedenisdocent en historica en ik geef op dit moment les in Amsterdam. Je ziet hier achter mij mijn scriptie van mijn bachelor. En daar heb ik onderzoek gedaan naar vrouwen in de geschiedenis. Want heel eerlijk, wie weet er wat over vrouwen in de geschiedenis? Jij hebt er een aantal waar je iets van hoort, maar eigenlijk horen we er weinig van. Dus ik loop de geschiedenis door in drie pijlers. We beginnen bij politiek, die staat achter me. We hebben hier het Romeinse Senaat. Iedereen kent ze wel, mannen, witte toga's, gaan mooie dingen vertellen. Maar waar zijn de vrouwen in de geschiedenis? Waar zijn de vrouwen in de politiek? Ik laat je er twee zien. De eerste is in het Egyptische Rijk. We kennen deze man, Toetanchamon. Toetanchamon is heel erg bekend. Terwijl eigenlijk als farao heeft hij vrij weinig uitgevoerd. Het was een beetje een zielig mannetje. Het klinkt een beetje gemeen hoor, maar... Hij heeft vrij weinig gedaan, dus waarom weten we zoveel over deze man, maar niet over deze mevrouw? Deze mevrouw, Hatshepsut, haar man was farao. En toen kreeg ze een zoon en haar man ging dood. En toen dacht zij, nou, ik kan het eigenlijk wel even overnemen, totdat mijn zoon oud genoeg is. Toen was die zoon oud genoeg, dacht ze, dat dacht ik even niet, ik kroon mezelf tot farao. En Hatshepsut staat bekend als een van de meest beste farao's van Egypte. Maar waarom leren we dan over Toetanchamon? Ze moest zich echter wel verkleden als een man. Niet omdat mensen haar anders niet zouden naar haar zouden luisteren, maar gewoon omdat mensen gewend waren dat een man een farao zou zijn. Maar een tweede voorbeeld, dat ligt hier in het Byzantijnse Rijk, ook wel het Oost-Romeinse Rijk, na het val van het West-Romeinse Rijk. Daar zal ik niet te veel op ingaan. Dan denken we aan keizers, want keizers zitten bij Rome en Rome. Nou ja, dat is dit dus, het uiteinde van het Romeinse Rijk. En hier zitten we dus bij het Oost-Romeinse Rijk. En ook daar hebben we het over keizers. Maar deze mevrouw hier, Theodora de Eerste. Theodora de Eerste heeft heel veel dingen gedaan voor dat Byzantijnse Rijk. Yes, zij heeft bijvoorbeeld, ze was zelfs een danser, ze is getrouwd met toen een keizer. Die keizer ging ook weer dood, een toeval wel. Toen mocht ze ook weer aan de macht blijven, ook deed zij heel veel voor wetten. Maar voornamelijk voor vrouwen. En dat is nieuw in de geschiedenis, dat zien we vrijwel niet. Wat deed zij? Zij schreef een wet uit waar de doodstraf werd gegeven aan mannen die vrouwen verkrachten. Dat is iets wat vandaag de dag nog steeds niet eens heel erg wordt nageleefd in sommige gevallen. Dus dat is best wel knap. Een tweede voorbeeld, tweede pijler waar ik wil naar kijken is oorlog. We zien hier de Bayeux Tapestry, om het maar zo te zeggen, uit de 100-jarige oorlog. Oorlog, geweld, anger, mannen, dat is het idee wat je erbij krijgt. Vrouwen zijn gevoelig, zouden dat niet kunnen. Dus daarom zien we hun eigenlijk ook niet in de geschiedenis. Twee voorbeelden. We gaan eerst naar het Mongoolse Rijk. We zien het achter mij. Mongoolse Rijk staat bekend om Genghis Khan. Een man. Het is ook echt een man. En hij heeft dat rijk gigantisch gemaakt. En we denken aan ruitertroepen als we aan Genghis Khan denken. Die ruigend en moordend door allemaal plekken heen komen rijden. Maar zijn achterkleindochter, die zien we hierachter, Cthulhu... Dat is een hele interessante vrouw, want zij kon zo goed worstelen, zoveel beter worstelen dan haar broers, dat zij de tweede hand van haar vader werd. Wat een legerleider werd. Of een legerleider was, moet ik zeggen. Ze was zelfs zo bekend dat zij zei, ik ga pas trouwen als een man mij kan verslaan in een worstelwedstrijd. Dat is nooit gebeurd, want zij was zo goed in worstelen. En zij werd uiteindelijk ook legerleider toen haar vader overleed. Maar ze werd wel door een complot vermoord, omdat het was een vrouw. Tweede voorbeeld speelt zich af in Sumatra, in Indonesië. Toen naar tijd noemden we dat Aceh. Want daar hebben we, even een stapje verder met de geschiedenis in trouwens. Daar zitten we in de kolonisatie. Kolonisatie, denken we aan mannen. Die gaan op boten daar helemaal heen. Die vechten met andere mannen voor gebied. Maar deze mevrouw... En nu moet ik toch wel even dat ik haar naam even moet voorlezen. Malahayati, als ik het goed uitspreek. Dit is een weduwe van een admiraal die zoiets heeft van... Ja, maar hallo, ik ga niet thuis zitten als er ondertussen gevochten moet worden. Ik kan ook een boot besturen. Dus zij wordt legerleider van 2000 vrouwen, 2000 weduwen... die vechten tegen Europese mogendheden. Zij heeft ook in...
Ze heeft ook met de Europeanen gepraat voor onderhandelingen en heeft zo ervoor gezorgd dat Sumatra voor een tijdje nog zelfstandig kon blijven. Derde pijler is wetenschap. Vrouwen mogen in Europa pas sinds, de jaren 60, 70, echt naar de universiteit toe. Dus het is logisch door wie we gekozen, mannen. Het is logisch dat vrouwen pas later aan de wetenschap mogen meedoen. Maar ook voor de jaren 50, 60, 70 zien we vrouwen in de wetenschap. Die worden wel onderbelicht. Deze mevrouw bijvoorbeeld, Alice Bol. De eerste zwarte mevrouw die in Hawaii een masterdiploma heeft gehaald. En zij deed onderzoek naar lepra. Lepra is zo'n ziekte waar je lichaamsdelen ervan af gaan vallen. Dus heel veel mensen zijn bang dat zij het zouden gaan krijgen als je er onderzoek naar doet. Maar zij dacht, ik ga het gewoon doen. En zij heeft een oplossing ervoor verdacht. Ze ging echter dood voordat ze het kon uitbrengen. En toen heeft haar labpartner, een man, heeft het onderzoek gestolen en gezegd, dit is van mij. En hij heeft er prijzen voor gewonnen. Gelukkig is het later uitgekomen dat zij het was. Waar ik hier allemaal over aan het vertellen ben, bijna aan het einde, is dat de representatie van vrouwen heel belangrijk is. Dat doe ik in mijn les, dat doen een aantal van mijn collega's. Maar ook voor vrouwen zelf, als we voor kinderen, als ze opgroeien, rolmodellen zijn onwijs belangrijk. En daarom wil ik mijn verhaal eindigen met deze mevrouw. Jess Wade, ze is laatst in het nieuws gekomen, want zij heeft honderden Wikipedia-pagina's geschreven in haar vrije tijd over vrouwen in de geschiedenis. Met het idee, laten we nou een keertje voor iedereen dat vrouwen openmaken. Dit was mijn praatje over vrouwen. Breng het alsjeblieft mee en mijn tijd is om. Dankjewel.